prima seizoen voor de Koninklijke HFC. Rijnsburgse Boys zal misschien iets minder tevreden zijn. Maar ze speelden in ieder geval vanmiddag nergens meer om. Dat wil zeggen, natuurlijk altijd om de punten. Rijnsburgse Boys kort voor rust op voorsprong via Jeffrey Jongeneder. Van Ooyen was ook nadrukkelijk betrokken bij deze treffer. Dan na rust kan Rijnsburgse Boys de voorsprong verdubbelen. Goeman schiet de bal op de buitenkant van de paal. Ted Verdonschot, daar de vertrekkend trainer bij Koninklijke HFC, ziet het aan en wil toch ook graag vertrekken met in ieder geval geen nederlaag. Nou, dat gaat ook niet gebeuren. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd komt hier de gelijkmaker. De breekleg is van Eindhoven. En Sterling is de man die dan binnentikt. En zo eindigt het in 1-1. Het was een prettige, fijne middag.